waar. Ik weet zeker dat het gelukt is met die sponsor, hè? Ja, lijkt mij ook. Camilla heeft gelijk. Dat moet haast wel, want de show was geniaal. Ja, weten jullie wat ik denk? Dat Gregorio ons zo gaat vertellen dat de sponsor hem heeft gevraagd om nog een show. En wat gaan we dan doen met die show? Dat is dan ja, de volgende vraag en daar loop ik al heel de tijd over na. Oké, jongens, ik weet niet hoe die gaat worden, maar Rebola was een geweldig concept. Dus misschien iets in die richting, maar dan wat sensueler. Ik zat erin. Oké, stil te graag, jongens. Oké, sorry, ik ben een beetje te laat. Goed. Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie deelname aan de show. Het ging geweldig. Jullie waren fantastisch. Iedereen in de studio is erg trots op jullie werk. Mijn complimenten. Maar helaas heb ik niet alleen goed nieuws. Het is helaas niet gelukt om de sponsor van het radiostation binnen te halen voor de studio. Dus we hebben geen sponsor en de studio staat er slecht voor. Wat? Maar we hebben een goede show. Die kunnen we toch laten zien aan een ander bedrijf of zo? Ja, ja. Jongens, zo makkelijk gaat dat niet. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik zie jou straks. Oké. Ik snap echt niet hoe dit kan. Rustig maar, meisje. Je kunt nu beter niet met hem praten. Ja. Camille heeft gelijk, zullen we? Oké. Ander onderwerp. Hoe laat gaan we repeteren met de band? Hè? Nee, sorry. We moeten eerst even bijkomen van het nieuws van Gregorio. Ik kan er niet bij. Ik snap echt niet waarom die man van de radio ons niet wil sponsoren. Ja, dat is balen, dat weet ik. Maar ik denk dat we gewoon moeten gaan... Nee, jongens. Ik heb op het moment geen zin om aan repeteren te denken. Luister, ik snap wel dat het voor jullie een flinke tegenvaller is. En dat... Ja, we hebben al zo hard. Ja, dat weet ik. Ik ook. Zo... Ik heb er ook hard voor gewerkt. En het is vreselijk dat het niet gelukt is, maar... Mm-hmm. maar... Ja, jullie moeten door, oké? Okay? Jullie moeten niet bij de pakken neerzitten en je laten kisten, maar gewoon gaan repeteren. En dat is dat, toch? Ja, oké, okay, maar Boys. Het gaat hier dus wel eventjes om de studio. En dit nieuws komt gewoon even hard aan voor ons. Ja, je hebt de studio toch ook geholpen? Je hoort er net zo goed bij als wij. Nee. Wacht even. Het is voor ons nee, kom, niks. Hey, Maxime, wacht. Het is niet niks. Ik hoor niet bij de studio, oké? Okay? Maar jullie moeten hier overheen zetten en verder gaan. Want het heeft geen zin om hier depri van te worden. Doorgaan met de band heeft nu eerste prioriteit. Jongens, sorry, maar ik heb even nergens zin in. Nee, ik ook niet. Ik wil nu niet repeteren. Ik moet er niet aan denken. Sorry, Leon, maar ik ook niet.